Joop van het Hek haalt uit naar Arie Boomsma, gereformeerde in Klappunt Nederland was deze week in de ban van de mediarouw rondom Veronica Insiele. Een uitzending die in het teken had moeten staan van verzoening ontaarde al snel in een knallende ruzie tussen het presentatietrio. Ook de BN'ers struikelden over elkaar heen om een kamp te kiezen in dit haantjesgevecht. Arie Boomsma deelde een gevoelige tik uit met zijn oproep aan adverteerders om zich terug te trekken uit het programma. Maar deze actie wordt niet hem bepaald in dank afgenomen door Joop van het Hek. In zijn wekelijkse column voor het NRC haalt Joop van het Hek fel uit naar Arie Boomsma. Als Arie mij hoort of ziet lachen om een foute mop, dan ben ik de Sjaak. Dan gaat hij punt, adverteerders bellen. Ook bewijst de columnist meteen dat het niet handig is om een ervaren komiek te irriteren. Ik weet dat hij ooit begonnen is bij de EO met het programma 40 dagen zonder seks. Zijn vrouw schijnt naar die tijd vaak terug te verlangen. Oef, die gereformeerde in klap van een Boomsma heeft gewoon geen gevoel voor humor, concludeert Joop tenslotte in zijn column. Bij die laatste beschuldiging kun je echter je vraagtekens zetten. Arie zette deze week al eerder op effectieve wijze humor in om zijn tegenstanders te ontwapenen. Het zou ons dan ook niet verbazen als Boomsma al achter zijn toetsenbord zit voor een gevatte tegenreactie.